De Waalbrug wordt deze week onder handen genomen. Er worden netten opgehangen om roestdeeltjes op te vangen die vanaf de brug naar beneden vallen. Toch leveren deze werkzaamheden nogal wat commotie op. Waaronder bij Stadspartij Nijmegen. Een iconisch beeld uit Nijmegen, de Waalbrug. Een iconisch beeld dat er volgens Stadspartij raadslid Gerry van Kampen niet mooi bij ligt. Nu worden er netten opgehangen om vallende roestdeeltjes op te vangen, waar nogal wat commotie over is ontstaan. Het ligt er verschrikkelijk bij en dat moet wat mij betreft echt heel snel veranderen. Ja, er gebeurt eigenlijk helemaal niks. Het enige wat nu gebeurt is dat er netten ondergehangen worden, zodat er geen verfschilfers, roetdeeltjes en meer van dat soort dingen in de natuur terechtkomen. En dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Een schilderbeurt uit 2020 is uitgesteld tot 2030. Schandalig, vindt Van Kampen. 4 jaar geleden was er om diezelfde reden nog een protest toen naar buiten kwam dat het nog langer zou duren. Vanwege de slechte staat van de brug treedt er roestvorming op, bleek uit een onderzoek van Rijkswaterstaat. Volgens Van Kampen zijn deze netten dan ook geen oplossing en moet er direct actie worden ondernomen. Die netten zijn een tijdelijke oplossing. Ik kan me ook niet voorstellen dat die netten 6 jaar moeten blijven hangen. Dan moeten ze tussendoor leeggehaald worden of zoiets dergelijks. Het is echt gewoon een hele stomme oplossing. Het is geen oplossing. Ja, er moet nu wat aan gedaan worden. Ik bedoel, we zien allemaal in welke staat de brug verkeert. En daar moet gewoon iets aan gedaan worden. Iedereen die zegt, het kan nog wel even, die moet zichzelf in de spiegel kijken en dan krijgt hij vanzelf een hele lange neus. Ook speelt de bekendheid van de Waalbrug een rol voor Van Kampen. Het is een iconisch beeld van de stad dat een goed aanzicht moet hebben. Nou, ik weet niet hoeveel keer eroverheen gereden heb, maar het is echt verschrikkelijk. Het lijkt wel een soort aftans iets. Ja, het is absoluut geen visitekaartje voor de stad. Van Kampen vindt dat het college in Nijmegen, maar ook Den Haag, gauw actie moeten ondernemen. Het college kan heel weinig doen. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk. En het Rijk ook een klein beetje. Het ding moet gewoon geschilderd worden. Alleen het college kan proberen om druk uit te oefenen op Rijkswaterstaat en op Den Haag. Om ervoor te zorgen inderdaad dat het ding echt gewoon voor 2030 geschilderd wordt.